Dames en heren kijkers, welkom bij dit live nagesprek rondom de film Goud. Ik heb hier speciale gasten bij me in de eigenlijk Zoom-room waarvan we uitzenden. En die gaan we mee napraten over de film. Mijn naam is trouwens Ruud Vos, ik ben de gespreksleider vandaag. Hier, die kant van me op de livestream, zien jullie David Vristers, de hoofdrolspeler van de film. En beneden is Rogier Hesp en hij heeft de film geregisseerd. Rogier, toen ik de film keek, toen had ik eigenlijk bijna het idee dat ik met een ouder iemand te maken zou krijgen vandaag. Als ik je zo zie, dan vind je er eigenlijk best wel jong uitzien. Vind je het raar dat ik dat op die manier insteek? Nee, helemaal niet. Ik weet alleen niet goed wat ik erop moet zeggen. Nee, ik ben 34, ik weet niet wat je onder oud verstaat, maar... 34 jaar oud. Ja, waarom had je dat gevoel? Het kwam ook een beetje door hoe dat bijvoorbeeld de vaderfiguur is vormgeven in de film. Daar sprak in ieder geval een zeker inzicht in hoe hij in het leven staat en zo. En ik vind dat je dat heel erg goed hebt gedaan. En daardoor verwachtte eigenlijk ook bijna dat degene die het heeft gemaakt, ook zeker die levenservaring misschien wat meer zou hebben om zich daarin te kunnen verdiepen. Ja, nou ja, grappig is wel dat ik heb wel met Anne Hofhuis gewerkt qua scenarist en die is echt een stuk... Een stuk ouder dan ik. Die is ongeveer midden 50. Oh, dus het komt van haar. Ik denk dat zij ook wel... het komt grotendeels vanuit haar. Nee, ik denk dat zij daar ook wel echt een bijdrage aan heeft geleverd. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat ik door het hebben van kinderen... dat ik wel wat meer begrijp. Mm-hmm. Dat ik eigenlijk wel blij ben dat ik die film in deze fase van mijn leven maak... en niet 6 jaar eerder. Dat is een cruciaal verschil. Of ik de liefde voor kinderen begrijp en hoe ver je daarin kan gaan. Ja, precies. En hoe ben je geïnteresseerd geraakt in turnen? Nou, het grappige was dat we eigenlijk meer zochten... In het begin was het nog niet duidelijk welke sport het moest worden. Mm-hmm. Maar wat ik wel belangrijk vond is dat het in ieder geval een sport moest zijn waarin iemand alleen was. Mm-hmm. Dus waardoor er nog meer druk op zijn prestatie lag. En dat het een sport is waar je niet een hele wedstrijd moet laten zien. Zoals voetbal of tennis of iets wat voor mijn gevoel nooit echt werkt in een film. Omdat het toch gauw een beetje saai wordt. In ieder geval, dat is dan misschien een beetje mijn persoonlijke mening. En toen kwamen we eigenlijk uit bij turnen. En ik vond het eigenlijk al heel mooi, omdat het gewoon heel krachtig is. Een hele krachtige sport. Mm-hmm. Heel sierlijk. En ja, qua cinema ook heel mooi om met de camera om het te volgen. Ja, als ik uit eigen ervaring spreek, moet ik ook zeggen dat ik minder heb met voetbal en dat soort dingen. Maar David, jij hebt zelf ook in het professionele turncircuit gezeten. Dus ja. Ik stel dezelfde vraag aan jou, maar dan heeft hij misschien een wat andere lading. Hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in turnen? Dat kwam eigenlijk best wel voor jong al. Ik was heel erg bewegelijk als klein kind. Dus ik kwam altijd in bomen en altijd op de bank springen en zo. Dus toen ben ik een keer meegegaan met een vriendje naar turnen. Mm-hmm. En toen ben ik er eigenlijk ingerold. Dus dat gaat vanaf 1 keer per week trainen naar de selectie, naar meerdere keren trainen. En op een gegeven moment de keuze maken van ga ik echt proberen de top te bereiken. Of in ieder geval het echt serieus nemen. En ja, dat kwam rond mijn 12e of zoiets, 13, 14. En toen dan ga je op een gegeven moment 6, 7, 8 keer per week trainen. En daar kies je zelf voor. En dat wordt dan steeds serieuzer. Maar dat begon toen ik 7 was ongeveer. Ja. Dat is al vrij vroeg dus. Dus dan heb je ook best wel je jeugd al heel veel geturnd. Wanneer werd het professioneel? Ik was 7. Toen had ik net mijn zwemdiploma's gehaald. En dan mocht ik een sport uitkiezen. En in het begin is het altijd... Ja, dan was het gewoon meer spelende wijs. En dat wordt dan steeds serieuzer. Maar... ik denk vanaf mijn 14-15e, toen ging ik in de eredivisie turnen, dus dat is het hoogste niveau. Ja. En toen werd ik in 2016, toen was ik 17, toen werd ik Nederlands kampioen bij de junioren op sprong. Dus toen was het wel, zeg maar, in die periode was het wel heel serieus en was ik er ook echt vol mee bezig. En ik zat ook op middelbare school nog, dus ik deed vol schoolprogramma en het turnen daarnaast. Dus dat was wel heel veel, maar ik had wel die volle inzet ervoor. Dus ik liet er alles voor staan in dat opzicht wel, ja. Oh jeetje. En turn je nu nog steeds? Nou, nu niet echt meer. Sowieso nu door corona kunnen we de hal niet in. En daarnaast heb ik ook een ernstige polsblessure, waardoor ik
best wel weinig kan doen. En dat is een beetje geleidelijk aangekomen na het opnemen van de film. We draaiden en toen kon ik nog met fysiotherapie en ik had wat injecties in mijn pols gehad, zodat ik die toch nog kon gebruiken. Maar daarna is dat, na het opnemen van de film, is dat best wel verslechterd. En nu kan ik nog maar heel weinig doen. Dus ik doe af en toe nog wat trampolineoefeningen en her en der wat salto's. Maar meer dan dat kan ook helaas niet. Maar ik heb wel het acteren nu gevonden. Maar goed, dat is wel jammer om dat op te moeten geven. Ja. Ja, dat geloof ik heel erg goed. Het is een belangrijk deel van je leven geweest. Ja, absoluut. Hoe is het, jij Rogier, dat David juist de hoofdpersoon zou zijn? Hoe wist ik dat? Nou ja, dat grappig, dat gevoel had ik al best wel snel toen hij de casting binnenkwam lopen. Mede omdat we zochten natuurlijk best wel naar een heel specifiek iemand. We zochten naar iemand die op een hoog niveau kon turnen, mm-hmm. maar die ook in de juiste leeftijd zat, die tijd had om een paar maanden aan een film te werken. Ja. En die ook nog eens een soort van de gevoeligheid bezat om deze rol aan te gaan. En ook het durf had om in een film te spelen. Dus het zijn best wel veel facetten waar hij aan moest voldoen. Maar ik vond wat ik heel goed vond aan David in de eerste casting, dat hij vooral gelijk durfde te spelen. En ik zag bij hem wel een soort van interessante binnenwereld. Dat er iets met hem, al zat hij maar op een bankje, dat er iets in hem omging. Dus dat was een goed startschot voor een tweede casting. En om echt met hem verder te gaan werken aan... Heb je hem ook een beetje op uiterlijk gecast misschien? Ja, ik heb hem heel erg. Nee, hij werkte gewoon goed voor op beeld, weet je wel. We zochten toch... die turnjongens zijn allemaal fysiek best wel sterk voor hun leeftijd. En Daaf, je was 17 denk ik toen je ging casten, 18? Mm-hmm. Ja, net 18, ja. Net 18 jaar, weet je. Dus hij was eigenlijk, er komt natuurlijk toch al iemand binnen die al best wel gespierd en groot en is en stevig is. Maar misschien nog wel daaronder wel nog echt een jongen is. Dat was bij David gewoon heel mooi en dat was gewoon een hele goede casting. Ja, dat van iemand die nog best wel een jongen is, dat proefde ik ook al heel erg, zeg maar, toen ik de film keek. Dat je best wel iets hebt, ook iets onschuldigs wat je uitstraalt, David. Dus ik hoop niet dat je het zelf bewust maakt en dat soort dingen zegt. Nee, helemaal niet. Zoals ik hier ook al zei, je bent ook groot en gespierd, dus ik pas op mijn woorden. Maar dat is zeker iets wat de film heel erg verrijkt voor mijn gevoel. Dus wat dat betreft, hoe ver staat de hoofdpersoon, Timo? Hoe ver staat hij van jou af, David? Qua turnwereld waar hij zich in begeeft, zijn er best wel veel overeenkomsten. Dus het harde trainen, dat regime daarvan. Maar de thuissituatie van Timo, zoals hij die ervaart, zo alleen. In ieder geval alleen met zijn vader, geen moeder. Ja. Alleen maar die focus op dat turnen, dat herken ik wel minder, omdat ik gewoon uit een groot gezin kom met twee ouders. En bij mij in de turnhal ging het er ook wel iets anders aan toe dan in de film. Het is natuurlijk ook fictie, dus het is wat gedramatiseerd. Maar ik herken wel de eenzaamheid die Timo voelt, want dat heb ik ook wel eens gehad op school. Nu ben ik de enige die topsporter was en die al die trainingsuren maakte en die soms dingen... tegen dingen nee moest zeggen. Dus, en daar voel je dan soms wel eens alleen in. Dus dat herken ik wel. Maar voor de rest... Ja. Het andere verhaal van Timo... gelukkig niet. Want het is wel heftig wat hem overkomt in de film. Dus ja, ik ben behoorlijk. Blij dat mij bespaard is gebleven. Mag zeker gezegd worden, ja. In de tussentijd zeg ik even tegen de mensen thuis die aan het meekijken zijn. Er zijn een paar mensen aan het meekijken in ieder geval. Als je vragen hebt, bijvoorbeeld omdat je net een film hebt gezien of zo, schroom niet om die te stellen in de chat. Ja. Ik heb daar al net neergezet van stel hier je vragen. Ik probeer het in de gaten te houden, zodat ik de vragen ook weer aan Rogier en aan David kan stellen. Maar David... Ik moest dus net van hoe ver staat dat van je af? Maar herken je het verhaal misschien wel bij andere mensen bij wie je het hebt gezien? Dit soort dingen? Niet zo extreem. Maar je ziet soms wel dat kinderen gebukt gaan onder de verlangens die ouders hebben. Of de verlangens die zij niet hebben kunnen waarmaken. Dus dat zie je wel om je heen gebeuren. Niet heel veel, maar het gebeurt wel. En daarom is het ook denk ik belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt. Om te laten zien dat het gebeurt en dat het niet normaal is. En dat je uiteindelijk toch moet kijken wat je zelf wil met je leven, om het zo maar te zeggen. En waar je gelukkig van wordt. En dat is wel een belangrijk thema ook in dit verhaal. Zoek naar identiteit. Dus wat wil je met jezelf?
Ja, zeker. Rogier, ik weet, ben jij bekend met die documentaire Turn? Die draaide op het Nederlands Filmfestival van Essen. Ja, zeker. Ja, ben ja, heb ik al, gezien. Al vaak op gewezen ook al? Thematisch. Ja, dat zou je... op elkaar. Ja. Nou, het grappige is inderdaad dat we zijn natuurlijk nu wat later uitgekomen, maar ik wist dat hij op het NFF ging draaien vorig jaar. Toevallig is hij ook gedraaid waar David traint, in dezelfde sporthal. Ja. Ja. Maar ik vond wel dat die documentaire heel goed liet zien dat dit dus een probleem is wat echt bestaat. Ja. En ik vond ook een interessante stijl van de maakster Esther Paradijs, dat ze zelf als turnmoeder van een iemand die echt, hoe oud is die jongen? Nog geen 14, geloof ik. Nee, ik denk zoiets zal het wel zijn, ja. Ja, 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 ja. Oh, ik krijg te horen, David, dat je moeilijk te verstaan bent. En oh jee. Ook moeilijk. Het kan misschien ook aan de verbinding liggen, dus ik hoop dat het... goed in het microfoontje praten. Ja, duidelijk. Okay. Maar je had hem dus ook gezien dus bij die screening, die turn. Ik heb hem ook gezien. Sorry, ik keek iemand aan, maar dat is omdat ik zit aan het scherm te staan. Oké, okay, sorry. Ik keek naar David. Had hem daar ook gezien bij die screening? Nee, ik heb hem gewoon online gezien. Maar hij is wel in mijn hal gedraaid, dus ik heb het wel van dichtbij meegemaakt, zeg maar. Maar ja, ik vond het, net zoals Rogier zei, heel mooi in beeld gebracht. Ja. En heb je wel met Rogier, met mensen gepraat voordat je deze film ging maken, van wat hun ervaringen hiermee waren? Bijvoorbeeld. Nee, niet zozeer met andere mensen. Wel heel veel met Rogier erover gepraat. En over van wat wordt de stijl van de film? We willen het zo natuurlijk mogelijk houden. We willen dicht bij jou blijven. Dus hoe ga je zorgen dat je dat straks naar buiten kan brengen? Dus veel gepraat en scripts gelezen. En het daarna ook maar gewoon loslaten. Omdat het op de dag zelf tijdens een scène moet gebeuren. Dus het ook maar een beetje... moet laten afhangen van de spontaniteit die dan ontstaat. Ja. Omdat dat ook heel veel mooie dingen kan opleveren. Dus ja, het is een beetje een combinatie van spontane dingen die gebeuren, maar ook gewoon repetities die we soms gedaan hebben, die ook heel belangrijk zijn soms. Ja. En Rogier, had jij met mensen gepraat om je in ieder geval informatie in te winnen voordat je dit ging schrijven of ging filmen? Zeker, we hebben best wel wat onderzoek gedaan, ook in de turnwereld. We hebben met jonge turners gepraat, we hebben met oude coaches gepraat, om ook gewoon echt over dit probleem te praten. Mm-hmm. De druk eigenlijk vanuit ouders. En het is gewoon een heel wezenlijk probleem. En dat kregen we toch ook best wel vaak te horen, dat daar gewoon ouders langs de zijlijn zitten die echt te veel eisen van die kinderen. Ja. Yeah. Maar ik heb ook jongens gesproken, ja, en die vertelden dan dat ze inderdaad, laten we zeggen, 50 uur per week in die, bijna in die hal stonden. En daar echt gewoon echt volledig voor gingen. En daar heel blij mee waren en zo. Dus het is, het was heel verrijkend om eigenlijk tijdens het schrijven van die film, om al die mensen te spreken. En te kijken wat dat voor je verhaal kan betekenen. Nee, precies. En een film wordt vaak ook spannender als je interessante contrasten aanbrengt. In dit geval heb je dus bijvoorbeeld dat Wart, de vader, in een rolstoel zit. Dus die is lichamelijk juist bijna tegenovergestelde van Timo. Ja. Is dat een heel erg een bewuste keuze? Ja, het is een hele bewuste keuze geweest. En ik weet wel nog dat in het begin mijn art director zei van... moet je dit wel doen? Is dit niet een hele heftige... Maar ik vind het als beeld gelijk al zo treffend, weet je. Een vader die... in een rolstoel zit en die zoon die zo fysiek sterk is en door de lucht heen vliegt, dat zet eigenlijk al gelijk een soort van een dilemma neer. En wat ik heel erg belangrijk vond, wat je heel vaak ziet met dit soort type vaders, of wat je zou kunnen verwachten, mm-hmm. is dat ze fysiek de zoon de baas proberen te zijn. Dus gaan dreigen, gaan slaan hem, vast gaan houden. Ja, precies. En ik vond het eigenlijk veel interessanter dat hij hem eigenlijk een soort van vasthoudt op een psychologische manier en hem eigenlijk veel meer probeert voor zich probeert te winnen en hem eigenlijk meer verstikt in zijn liefde. Ja. En daarnaast maakt het obstakel gewoon nog groter voor Timo om zijn vader, laten we zeggen, te verlaten of los te breken van zijn vader, want hij moet hem verzorgen. Ja, precies. Dus er zit nog bijna een parasitaire verhouding in. Ja, ze zijn helemaal zitten helemaal samengesmolten. Dus dat maakt het eigenlijk het drama en het dilemma alleen maar groter voor Timo. Ja,
Ik zie nog steeds geen vragen helaas in de chat verschijnen. Ik hoop dat ze toch wel komen. Als je benieuwd bent, als er een vraag in je boven komt, dan stel ze vooral. We gaan nog even gewoon lekker door met het gesprek. Dus tijd blijf ik ook gewoon vragen stellen. Iets wat me echt opviel, bijvoorbeeld in die sporthal, is bijvoorbeeld ook hoeveel schaduwen daarin te zien zijn qua beeldkeuze. Waarom zo donker? Ja, is mooi toch? Zeker mooi. Ja. Nee, waarom zo donker? Het is, ja, voor mijn gevoel is het soms ook een soort gevangenisfilm waar die in zit. Hij zit thuis. Ja, het is thuis. Ja, ik treffend, als maar. Als je ernaar kijkt, is zijn huis bijvoorbeeld is eigenlijk een soort cel. Ja. Hij heeft slechts een bed en er staan wat spullen, maar het is niet een gewone kamer van een tiener met posters en dingen en passies aan de muur. Het is gewoon heel sober. Ja. En hij zit daar gewoon eigenlijk een soort van gevangen en hij mag af en toe een luchtje scheppen. Precies. Maar that's it. Maar en voor de rest, de hele film is best wel donker. Maar dat helpt zeker ook bij het gevoel van Timo. Het gevoel dat hij opgesloten zit en eigenlijk hunkert naar vrijheid. En sowieso de kleur in het geheel, zoals we meer op het einde hebben, ook echt in Kiev gedraaid. Mm-hmm. Om het einde van de film ook echt een beetje dat Oostblok-achtige gevoel mee te geven. Echt veel groter. Nog minder gezellig. Ja, precies. Maar bijna nog persoonlijkheidslozere omgeving of zo, waar binnen echt alles draait om sport misschien. Ja, gewoon koud, kil, beton, marmer. Het is gewoon, er is weinig glorie. En dat maakt misschien hun droom nog wel onbegrijpelijker. Voel je dat dan ook, David, als je daar in zo'n plek rondloopt? Dat je acteren ook gewoon versterkt door waar je bent? Ja, we filmden toen in Kiev inderdaad. En ik weet nog heel goed dat we van het vliegveld naar de stad reden. En dat we in busjes reden. En ik langs de weg allerlei van die grote Sovjetgebouwen zag. En het zag er zo desolaat en troosteloos uit. Dat ik echt dacht van, hier, dit is toch niet je droom om hier zo te staan. Dus dat maakte wel een soort van die sfeer die er hing op de set ook. Want we hadden ook deels een Oekraïense crew. En dat is ook een andere sfeer die je dan hebt. Dus dat hielp allemaal wel een beetje mee in het gevoel van dat je ergens anders was in een andere omgeving. Ja. Ook tijdens een WK dan, in dit geval. Ja, dus dat hielp allemaal heel, heel blij mee dat we dat konden doen en dat we daar konden filmen. Echt wel tof. Maar je hebt nu dus ook een beetje het acteervirus te pakken. Wat doe je nog meer om je daarin te verdiepen op dit moment? Ik maak nu veel self-tapes. Dat is wat nu veel gedaan wordt. Om zelf je auditiefilmen en die op te sturen. En, dat vind ik heel leuk om te doen. Wat zei je? Is dat een open auditie soort van? Nee, dat zijn wel vaak dingen waarvoor je dan gevraagd wordt. Okay. En dan krijg je scène opgestuurd en dan mag je niet gaan filmen. Dus dat doe ik heel veel. Dat vind ik heel leuk om te doen. En nu komende zomer staat er nog iets op de planning, maar dat is een beetje afwachten wanneer er überhaupt gefilmd kan worden. Ja, nu zeker. En voor de rest, in september of misschien ergens daarna komt De Oost uit. Dat is een film van Jim Tayutu. En daar mocht ik vorig jaar 3 maanden in Indonesië filmen. Dus dat is ook heel vet. Dus ik heb het wel het virus wel een beetje te pakken, zoals je zegt. Ja, ja precies. Maar nu heb je wanneer is deze film opgenomen? Dat moet al een tijdje terug zijn. 2018, ja. Ja, precies. En dan nu kun je jezelf terugzien in die film. Wat doet dat met je? Nou, ik weet nog heel goed de eerste keer. Dat is best wel een tijdje geleden. Toen zaten we in een screening room. En toen keek ik de film. En na afloop was ik echt een half uur helemaal stil. Ik dacht van, omdat het gewoon zoveel in me losmaakte. Omdat ik niet gewend was om mezelf zo terug te zien. Mm-hmm. En toen bij de tweede keer kon ik al wel wat meer afstand bewaren. En nu heb ik hem nog een keer gezien, geloof ik. Mm-hmm. En nu kan ik het gewoon heel erg waarderen. En ben ik ook trots op. Dus, maar daar was wel een paar keer voor nodig. Maar nu kan ik zeggen dat ik er wat trots op ben en dat ik het goed vind. Dus, Tof. En Rogier, wat wil jij bereiken met deze film? Om het zo maar te zeggen, een beetje hoedravend. Maar wat was je voornaamste doel? Ja, wat was mijn voornaamste doel? Mijn voornaamste doel is echt gewoon om een speelfilm te maken die toch gewoon op een hele integere en emotionele manier toch iets vertelt over de liefde tussen een vader en een kind. En over hoe ambitie
soms ja, iets dat eigenlijk helemaal kapot kan maken. Mm-hmm. En, ja, het is voor mij natuurlijk ook een test van, lukt het je om zo'n lange film te maken die, waarin al die lijnen allemaal samenkomen, dat dat goed uitpakt en dat je dat gevoel van die jongen helemaal meekrijgt. Mm. En ja, voor mijn gevoel is dat in dit project gelukt of zo. Dus dat geeft weer energie voor nieuwe dingen. Ja, precies. Oké, ik krijg nu een berichtje dat alleen ik heel erg goed te luisteren ben. Dat is jammer. Gelukkig nemen we dit gesprek op. Dus straks is het ook goed nog en verstaanbaar terug te kijken voor mensen die nu veel missen. Alleen helaas kan ik dan moeilijk nog vragen stellen. In ieder geval die worden gestuurd. Maar mensen die heel erg veel interesse hebben na het zien van de film, wees gerust, het valt nog terug te kijken straks. Maar ik ga toch nog even door, want ik ben bang dat ik nu niet heel veel geluidsproblemen nog kan oplossen. Een van de dingen die ik bij sportfilms heel vaak heb, en ik ben echt geen liefhebber van sport, mogen dat duidelijk zijn. Maar bijvoorbeeld bij sportfilms is iets waarbij het lichamelijke heel erg belangrijk is. En lichamelijke heb ik altijd iets aantrekkelijks om naar te kijken in films. Gezichten misschien nog wel specifieker, maar ook zeker lichamelijke beweging. Dat is ook waarom dat bijvoorbeeld dansfilms of actiefilms heel erg boeiend kunnen zijn. Hoe was het voor jou om een sportfilm te maken eigenlijk? Let je daar dan specifiek ook op lichamen? Vraag aan mij? Ja, aan jou. Ja. En voor mij is dit eigenlijk de anti-sportfilm. Het laat eigenlijk zien dat... Nee, ja, wat je vaak zegt is dat sportfilms hebben altijd een beetje dezelfde soort opbouw. Hè? Dus het lukt niet en ze willen iets en nog meer ontberingen en uiteindelijk staan ze huilend op een podium. Ja, de underdog film zoals Rocky. Ja, de underdog, ja, dan zijn ze blij en is het allemaal waard geweest. En deze film dacht ik, dit moet eens een keer een film gemaakt worden die een keer laat zien dat het niet allemaal waard is. En dat er heel veel mensen zijn die we allemaal niet zien, maar die allemaal door dat traject zijn heen gegaan. Mm-hmm. En die daar echt mee worstelen. Ja. Dus in dat opzicht is het een anti-sportfilm. Maar het is natuurlijk wel qua bewegingen heel fijn om naar te kijken. En dat is ook zo mooi aan turnen. En dat was ook wel het interessante toen ik David ontmoette. Ja. Het originele idee was dat we een jongen zouden volgen die rekstok doet. Dus wat Epke Zonderland doet. Ja. Aan een rekstok en dan salto's. Maar toen ik David ontmoet, zei hij, ja, rekstok is een van de elementen, maar ik ben beter op de vloer. Ja. En toen liet hij dat zien. En toen dacht ik, hé, dat is eigenlijk visueel gezien veel interessanter. Want een rekstok is heel statisch. Dat is gewoon een mannetje aan een paal. Dan kun je een camera stil opzetten en bezig. Ja, en een topshot van boven en dan ben je wel klaar. Maar dan ga je niet de hele film naar kijken. Nee. Dus toen David dat eigenlijk liet zien, toen werd ik eigenlijk heel enthousiast. En mijn cameravrouw ook. Want die zei, ja, nu kunnen we echt met hem echt mee bewegen. Ja, precies. Ja, en dat is een hele winst voor de film geweest. Ah, mooi. Ik las ook dat het is heel mooi opgenomen, de scène waarbij David de kwalificatie doet. Maar ik las dat het een beetje kiele was. Wat is daar gebeurd? Nou, we mochten dus draaien op een echte World Cup in Stuttgart. Dus die World Cups die worden een paar keer per jaar gehouden. En dit keer was in Stuttgart 1. En we kregen de kans om daar dus te draaien. En ze waren heel welwillend. Ze zeiden van, super gaaf dat er een film nou hierover gemaakt wordt. En toen mochten we draaien in de pauze tussen twee wedstrijden door. Tussen de dames en de herenwedstrijd. Oké, dus dan heb je ook maar pauze, heel veel tijd. Ja, in die pauze moest ik mijn oefening doen. En dat was ongeveer 6-7 minuten. En we hadden 2 takes om die te doen. En op het einde, dus tijdens die kwalificatie, zou ik mijn moeilijkste oefening doen. Omdat het een hele opbouw was gedurende de film naar dat moment. Ja. De kwalificatie tijdens het WK. Ja. En dus ik ging de eerste keer mijn oefening proberen en toen viel ik. Dus toen was de stress nog groter bij iedereen. Mezelf ook. Dus ik dacht van, ah, shit, nee. Ik moet de volgende keer staan. Want er hangt zoveel vanaf. Het is zo vet als die laatste sprong echt goed lukt. Precies. Dus toen ging ik me klaarmaken voor de laatste keer. En toen ging die echt perfect. En ik hoorde het hele stadion uit zijn dak gaan. Er zaten niet heel veel mensen, wel wat gelukkig. Maar degene die er zaten, die ging echt helemaal uit hun plaat. En dat gaf zo'n adrenaline kick. Dus ik moest nog aflopen. En de steadicam die volgde mij nog af.
Ja. En ik moest echt mijn enthousiasme bedwingen, omdat ik gewoon nog door moest spelen. Ja, precies. Dus dat was heel, heel fijn dat dat goed gelukt was uiteindelijk. Ja, ja. Ah, nice. En ja, de film eindigt ermee eigenlijk dat je dat jouw personage, dus Timo, naar buiten loopt, de sportwereld. Ja. In ieder geval die turnwereld gedag zegt. Vond je dat ook lekker om te doen? Ja, het was volgens mij ook de laatste scène die wij draaiden op een dag in Kiev. Dus we waren bij al tegen het einde van de film aan. Ja. En het was ook met een steadicam die mij door die hele gang volgde naar de uitgang uiteindelijk. En ja, het gaf voor mijn personage tijdens het spelen ook wel een heel bevrijdend gevoel. Omdat je constant die beklemming voelt van het personage. Omdat hij zo beklemd wordt door alles en iedereen om zich heen. Om dat eindelijk eens los te kunnen laten en die vrijheid te voelen. Dus dat was wel ja, heel erg bevrijdend. Dus dat was heel fijn om te spelen, ja. Ja, dat geloof ik. En sorry, ik kreeg net een melding dat we nog ongeveer 10 minuten hebben, omdat we het in Zoom doen. Ja, ik denk dat ik eigenlijk bijna al mijn vragen die ik van tevoren heb opgeschreven, bijna al gesteld heb, als ik eerlijk moet zeggen. Wat is jouw volgende filmproject, Rogier? Ja, daar zit ik eigenlijk nog een beetje tussen te schipperen wat het gaat worden. Ik ben met wat projecten bezig, maar ik heb dingen ook weer weggelegd. Ja. Een beetje met de producent aan het praten. Dus ik heb nog niet soort van dit wordt het. Ik was best wel een tijdje bezig eigenlijk met een film over... Eigenlijk het bijna het slavensysteem in het betaalde voetbal. Dus hoe hele jonge jongens op 18 jaar verkocht worden en daar eigenlijk helemaal van het pad afgaan. Ja. Maar dat verhaal is een beetje afgeketst. Dus ja, het is altijd een beetje schuiven en kijken wat het nu wordt. Ja. Dat hangt nog even in het luchtledige. Ja, precies. Ja, helemaal goed. Ook spannend, denk ik dan. Gewoon dat je nog niet helemaal weet waar naartoe gaat. Gewoon kijken wat op je pad valt. Ja, nou kijk, het belang is natuurlijk dat nu deze film lekker uitkomt en de recensies zijn goed. Dus dat is heel fijn. De reacties zijn heel goed. Ja. En dat we naar daaruit weer verder kunnen gaan bouwen of zo. En dat het moment geeft. Ja, weet je, we kunnen nu deze film kan nu gewoon gaan vliegen. En dan kan je dit ook afsluiten en ga je weer met een fris hoofd door of zo. Dat is toch belangrijk, denk ik, in het hele traject. En ja. Ik heb in de tussentijd niet stilgezeten, maar het is nog niet dat het volgende script al klaar ligt. Nee. Maar ik denk dat ook wel goed is. Dingen moeten rijpen. En dat heeft deze film gedaan. Ja. En ik denk dat de volgende film dat ook wel nodig heeft. Je hebt geen haast. Nee, ik ben heel jong, hè, zoals jou. Nee, precies. Waar ik mee begon. Waar ben je meest trots op bij deze film, als je hem door terugkijkt? Wat denk je van, dat heb ik echt helemaal genaild? Ik denk, er zit een bedscène in waar ik heel blij mee ben. De bedscène, in ieder geval. Ik denk dat die geslaagd is. Ja. Maar ik denk het hele het samenspel van de acteurs die ik tot mijn beschikking had, ik denk dat ik daar heel blij mee ben. En jij, David? Ja, ik ben heel blij dat het verhaal verteld mocht worden en dat Rogier het zo mooi verteld heeft. Daar ben ik heel trots op. En ook dat ik met hem heb mogen werken en met Marcel en met Loes. Dus het was wel een hele bijzondere eerste ervaring, moet ik zeggen. Dus daar ben ik heel, heel blij mee, ja. Ja, heel goed. Ik krijg nog van Eddie een berichtje. Complimenten voor David, hoe hij dit opgepakt heeft. Niet alleen topsport, turnen, maar ook acteren. Een dubbele topsport. Dus... Dankjewel, Eddie. Mee te krijgen. Ik wil jullie allebei heel erg bedanken voor het nagesprek. Ik heb het zelf heel erg leuk gevonden. Ik hoop jullie ook. Absoluut. Ja, dankjewel. Zeker. Jullie hebben zelf ook meer nagesprekken nu nog? Morgen weer. Ja, morgenavond ook weer. Ja, dus het is nu allemaal op de vierde digitale weg. Maar het is wel, het is wel grappig. Wel leuk. Nee, zo gaan die dingen. Ja, ik heb nu ook vooral digitale dingen lopen. Maar dat... Dat maakt het niet uit. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. En graag tot een volgende keer. Hopelijk een keer live weer. Wanneer dat, ja. Thanks, man. Ja, dat hopen wij ook. Dat was leuk. Oké, man. Oké, cheers. Joep.